In deze video maken we een mooie lichtbox. Je kan een lichtbox maken voor elk thema, voor Pasen, voor kerst, voor liefde, wat je maar wilt. Je kunt ze allemaal vinden op Etsy. Ik laat je zien hoe ik het download van Etsy. We gebruiken daarbij papier van de Action. Hallo allemaal, ik ben Bianca van Be Creatief. Wat fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Vergeet niet de video even te liken. En als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan hier even hierboven. Als je al wel geabonneerd hebt, echt super bedankt. Ik heb echt al zoveel abonnees. Echt super leuk om te zien. Laat gerust ook een keer een comment achter als je iets nog wil weten of nog iets wil zien. Ik heb er al een paar gekregen en met die video's ben ik nog bezig. Vandaag gaan we dus de lichtbox maken met papier van de Action. Daarvoor gebruik ik mijn blauwe papiermat. Ik gebruik ook even een snijmat om het papier eventueel op maat te snijden. We gaan in elk geval als eerste het design downloaden op Etsy. Voor het design ben ik weer naar Etsy gegaan. En bij Etsy heb ik ingetikt Easter Shadow Cricut. En dan zie je eigenlijk allemaal verschillende designen verschijnen. Het is maar net welke je wil en hoeveel geld je eraan wilt besteden. Welke je dus zo kan pakken. Na een hele tijd scrollen en zoeken heb ik deze gevonden. Die vind ik gewoon leuk met nog een beetje een fairy dingetje erbij. En dan leuk die konijntjes op de achtergrond. En ik wilde graag eentje die dus niet uit zo'n rond ei bestond, maar uit verschillende bogen. We gaan deze halen. Het design is van Suyen Craft. Hieronder de video zie je natuurlijk weer een link van deze verkoopster. Je kunt haar ook aanklikken hier. Bij Suyen Craft. En dan zie je dat ze ontzettend veel mooie dingen heeft gemaakt. Kijk, heel gaaf een schildpad. En hier met een Boeddha erin. Het zijn echt onwijs mooie designs. Nou, waar je op let natuurlijk weer is dat het inderdaad een SVG is. Je kan hier een kort plaatje zien van hoe ze hem neerzet op een houten dingetje. De laatste dingetjes die ze in elkaar zet. Het bestandje van dichtbij, hoe het eruit ziet, verschillende plaatjes. Hier kun je meer lezen over het item, dat zijn de beschrijving. Het is een digitale download. 3 zipbestanden krijg je binnen zodra je het hebt gekocht. De afmeting staat erop dat je het nodig zal hebben en dat je het schabloon niet mag delen of bewerken of doorverkopen. Ik heb wederom om toestemming gevraagd om deze video te mogen maken. Je kunt ervoor kiezen om het nu te kopen en het aan de winkelwagen toe te voegen. Ik kies voor koop het nu. En vervolgens zie je al mijn gegevens. Dus dan zie je me zo terug als ik het gekocht heb. Nou, mijn adres is inmiddels weg. En hier kun je kiezen voor een betaalmethode. Je kan kiezen met creditcard, met PayPal, met iDeal. Je kan verschillende manieren kiezen. En ik kies meestal voor iDeal. Als je er dan doorheen bent, dan zie je staan bedankt voor je bestelling. En dan kun je hier de downloads bekijken. En dan zie je dat ik het allemaal kan downloaden. Je hebt een PDF, een silhouet en een SVG Cricut Fairy Moon Bunny zip. Nou, die gaan we downloaden. Klik je hier op download en dan verschijnt die hieronder in beeld als zijnde een zip. Daar kun je op klikken. Die bestandsmap kun je openen. En dan kun je hier vervolgens op uitpakken klikken. En dan gaan we eigenlijk alles uitpakken. En dan ga je hem neerzetten waar jij hem wil plaatsen. Ik heb gewoon mijn mapje waarin ik dit soort dingen zet. Dus daar ga ik hem even in plaatsen. En dan zie je me zo weer verder. Als je dan je map hebt gekozen, klik je op uitpakken. En dan gaat hij daar alles in zetten. Kijk, hij opent hem vervolgens ook. En zie hier alles uitgepakt in staan. Dan ga je naar je design space van Cricut. Zorg je dat voor mij de instelling op maker 3 is, want dat is 20 centimeter groot. En dat is dus te groot voor de Joy. Kies je voor nieuw project. Dan kies je voor uploaden.
afbeelding uploaden. Klik je op bladeren en dan ga je naar de map toe die je moet hebben. Dus waar je het net in hebt opgeslagen. Daar ben ik nu. En dan ga ik eigenlijk, hier zie je ook nog een instructie staan trouwens, zie ik. Waarschijnlijk hoe je hem in elkaar moet zetten, dus daar komen we zo meteen op. Eigenlijk ga ik nu de afbeelding aanklikken. En dan zie ik dat deze twee het grootste zijn qua KB. En de rest wat kleiner. En ik zie hier staan ook All Page Easter Bunny Egg Pop-up. Dus ik ga eerst deze downloaden en dan kijken wat er gaat komen. Waarschijnlijk zitten al deze pop-ups in één keer in deze. En al deze pop-ups in één keer in deze. Dus vandaar dat ik kijk naar de grootte van het bestand. Dan klik je op openen. En dan kies je hier voor afbeelding snijden. En dan ga je naar uploaden. Klik je hem aan. En dan ga je naar toevoegen aan canvas. En dan zie je nu dat ik alle lagen van de buitenkant van het ei hier in één keer dat die geüpload zijn. Een keer naar uploaden. Want de fairy tale missen we nog. Gaan we nog een keer doen wat we net deden. Alleen nu met die fairy tale. Ik zoek hem even op. Dus je kiest voor all page. Want dat zijn alle pagina's. Die klik je aan. En je klikt op openen. En dan ga ik voor uploaden. Klik ik hem aan. En voeg ik hem toe aan mijn canvas. Nu staat er echt een heleboel in mijn canvas. En ik laat het gewoon zo staan. Want het enige wat ik ga doen is op maken klikken. Want alle maten kloppen al. Dan kies ik voor elk materiaal. Dan kies je de mat die je hebt. En dan klik je op bevestigen. En dan zie je hier elke keer hoe je het op de mat moet plaatsen. En dan gaan we uiteindelijk een heleboel matten nu snijden. Het zijn in totaal geworden 21 matten. Het enige waar je nog zo naar zou kunnen kijken, maar het ligt ook aan het formaat papier wat je hebt, of je ze nog in elkaar kunt draaien. Dus bijvoorbeeld dat je dit krijgt. Zodat er meer op één mat past. Dus dat zou je nog kunnen doen. Om te kijken of je wat zuiniger met je papier om kunt gaan. En dat is ook wat ik even ga doen voordat ik ga snijden. Qua verplaatsen heb ik erop gelet dat het papier wat ik heb van de Action is 21 centimeter breed. Ik wil dus wel een hele goede scheidingslijn hier hebben. Zodat ik aan die kant wat papier van mijn mat kan plaatsen. En aan die kant. Ik heb hier en daar ook dit stond er bijvoorbeeld buiten. Dan denk ik nou dat kan prima hier binnen gesneden worden. En als er dan dingen stonden te veel op elkaar, heb ik ze zoveel mogelijk naar buitenkant gesneden, geschoven. Zodat ik door het midden kan zorgen dat daar mijn papier switch is. Of ik heb bijvoorbeeld gezorgd dat het een beetje bovenin staat en het ander heel erg onderin. Vervolgens klikken we op doorgaan. En dan gaan we kiezen voor de juiste materiaal. Het papier is 160 gsm. Dus ik ga doorbladeren door alle materialen. Ik zie er hier al wel eentje staan van 176. Volgens mij heb ik mijn shadow box ook met dit papier gemaakt en ook op 176 gesneden. Maar ik ga toch even kijken of ik er een van 160 kan vinden. En anders ga ik die even toevoegen. Kijken wat dat doet. Kies ik voor materiaalinstellingen. En dan zie je hier onder de snijdruk zie je het aantal GSM staan. Ga ik even zoeken of er iets van 160 tussen zit. Waspapier heeft inderdaad de fine point blade en staat op 160. Dus ik ga die stand eens proberen. Druk op OK. Ga ik even doorbladeren door alle materialen. En dan ga ik dus op zoek naar dat waspapier. Hij staat onder het kopje papier. En dan waspapier. En als je hier dit boekmarkje even aanklikt, dan staat hij nu standaard hier tussen, hierboven. Hier staan alle populaire en ik heb hem net toegevoegd aan de bladwijzer. Dus dan kies ik hier voor met bladwijzer en dan zie ik hier staan waxpapier.
Die gaan we gewoon proberen. Kijken wat hij doet, hoe hij hem snijdt en hoe de mat het doet. En werkt het niet, kiezen we een andere instelling. Voor de eerste moet ik hier een stuk op mijn mat hebben en hier een stuk op mijn mat. Wat ik daarom ga doen is deze eraf halen. Oeps. Hij plakt nog lekker goed. Ik doe deze even dicht, want dan kunnen jullie het beter zien hopelijk. En dan ga ik mijn snijmat gebruiken om de dingen op maat te snijden, eventueel. Je doet de mat onder de geleiders door en je zorgt dat hij hem oppakt. En vervolgens klik je op de playknop. Als die dan klaar is met snijden, klik je op deze knop. En voordat je het eraf haalt, kijk even hoe het is gesneden. Nou, ik zou zeggen perfecter kan niet. Als het een beetje vast blijft zitten zoals hier, dan gebruik ik vaak deze. Om het even omhoog te wippen. Je kan ook ervoor kiezen om je mat om te draaien en het dan eraf te halen. Mijn mat is wel iets ingesneden, maar het is echt niet heel, dus dat is super fijn. En wat ook handig is, is hieronder is een nummertje ingegraveerd. En dat nummertje hebben we straks nodig bij als we het in elkaar gaan zetten. Ik ga even alle sneden doen, want er zijn er nogal veel. En als ik dat heb gedaan, kom ik bij je terug. Bij mij duurde het ongeveer 1,5 uur voordat ik alles had gesneden. Ik denk zelfs wel wat langer. En vervolgens heb ik eigenlijk alles op volgorde gelegd. Want hier onderaan staat elke keer 1A of 3B of 9B. Of er staan allemaal cijfertjes op. Dus die heb ik even op volgorde gelegd van allemaal. En dan gaan we nu naar de computer om te kijken hoe we het in elkaar moeten zetten. Nu we alles gesneden hebben, gaan we deze aanklikken. En dan zie je hier eigenlijk de instructie. Dus de cijfertjes die ik je net liet zien, 1B, 1A, 9A, die komen allemaal overeen met wat hier staat. En je kan hier ook op deze link klikken. En dan krijg je van de designer een uitleg over hoe je het in elkaar moet zetten. Dus hoe je ernaar moet kijken. En wat je dus ook kan doen is gewoon de handleiding volgen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga de handleiding volgen en het in elkaar zetten. Hieronder staat ook start met de 1A, dan ga je naar 1B, dan 2A, 2B en zo verder tot en met 13B. Je moet dus beginnen met 1A. Daar staat op 1A. En dan heb ik hier 1B liggen. Dus ik ga dit nog even aan de kant schuiven. Want dit zijn eigenlijk de eerste twee waar je mee gaat beginnen. En dan zie je dat hier een lang stukje is en hier een kort stukje. En die ga je eigenlijk in elkaar schuiven. En hetzelfde doe je aan de bovenkant. Kijk, en dan staan ze eigenlijk gelijk al in elkaar. Wat zij in de video nog doet, wat op zich wel handig is, is zij markeert haar 1A de ene kleur en haar 1B de andere kleur. Nou heeft zij 1A rood en 1B zwart op de plattegrond. Rood en zwart. Dat is wel even handig, want dan kan je vanaf daar weer verder werken. Dus zij heeft 1A is bij haar rood. En het enige wat ze heeft gedaan is eigenlijk zo'n streepje gezet. Zo. Hop. En dat is handig, omdat je dan weet, oh, de rode komen allemaal zo. De A'tjes en de zwarte komen op de andere manier. Dat betekent dat ik hier 2A heb liggen. Nee, dit is A. 2A.
En 2a, dat geeft al, hier zie je al een rondje staan. 2a met het rondje, dus die, het rondje komt dan eigenlijk hier bij de volgende te zitten. En dan heb je zo de volgende erin gezet. Als je dan de volgende pakt, dan moet je zorgen dat dat rondje dus hier weer bij dat andere rondje gaat komen. Dus dat rondje wat we net hadden. Even kijken, kijk. Die zit hier. Ik weet niet of je het kunt zien. Rondje, rondje. Dat rondje blijft een beetje, dat open gaatje. Dat blijft een beetje elke keer op die basisboog komen. En dan gaan we naar 3b. Ik denk dat dit ook weer een kwestie is van als je het vaker doet, dan krijg je er een handigheidje in. Dus je moet even kijken wat makkelijk is. En als hij dan een beetje zit, dan glijdt hij ook wel. Hij gleed echt het laatste stukje nu heel leuk in elkaar. Nou, zo gaan we rustig verder. Dus we pakken er een van die en een van die. En die plaatsen we elke keer op de volgende boog. Als je hier aan de achterkant een beetje het papier volgt. Kijk bij mij, het is wel action papier. Dus het trekt natuurlijk een klein beetje krom. Maar goed, dat is aan de achterkant. Dus als je hier aan de achterkant gewoon het papier volgt. Dan zie je eigenlijk vrij snel welke waarin moet. Zij duwt hem ook in het filmpje eventjes goed plat. Zorg dat alles netjes in elkaar zit. En dan heb je gewoon een heel mooi eitje. Dat er dan zo uitziet. En dan gaan we starten met deze. En deze. Gewoon wat je ook kan zien. Bij mij zie je dat niet. Maar je ziet hier alle letters op volgorde. En je ziet hier alle cijfertjes op volgorde staan. Ik heb ze niet gesneden. Dus dat zie je niet. Maar in elk geval zitten die gaatjes. Zitten dus telkens op dezelfde boog. Ja, dus ik heb weer een stapeltje met A en B. En dan die A komt dus weer in het verlengde van die rode naar voren. En dan ga je weer rekening houden met het rondje. En dat rondje, dus hier zit weer dat gaatje, hebben ze even niet uit. Die komt dus weer op die eerste boog. Dus je haalt hem eronder door. En dan stop je deze in die eerste boog. En dan kun je doorwerken naar de volgende. Ik kan niet helemaal alles vertellen, want dat doet laatst natuurlijk ook in haar eigen YouTube filmpje zien. Maar ik kan wel een beetje hulp in het Nederlands bieden, hopelijk. Zo. Want dit is wel heel gaaf om te maken. En dan werk je hem hier aan de onderkant gewoon weer verder door. En die laatste, die moet er weer aan de binnenkant doorheen. Net zo goed als dat je dat aan de andere kant ook deed. En dan zit hij weer vast. Kijk. Kijk hoe cool alleen dit al werkt gewoon. Wat een kunstwerk van papier kan deze vrouw maken, zeg. En volgens mij nog meerdere mensen. Als je eenmaal weet hoe zoiets in elkaar steekt, kun je gewoon super mooie dingen maken. En hoe cool dat wij het gewoon kunnen downloaden en ook kunnen maken. Dit is voor het laatst. Gaan we naar de binnenkant. Als je dan naar de binnenkant gaat, ga je ze eigenlijk even neerleggen. 9a leg je onderop neer, dan 8a, 1,
1a, b, 2 enzovoorts. En dan ga je zorgen dat je met 4ab, die gaan we als eerste er zo inzetten. Om je te laten zien, hieronder staat zeg maar ingesneden, heel licht, 1AB. En hier staat 4AB. Ja, zoals je in het design hebt gezien, krijg je 9AB komt vooraan, dan 8AB, dan 1AB, 2AB, 3AB en 4AB. Deze komt dus achterin, dus die ga je als eerste plaatsen. En die zesde, die komt zeg maar, hier heb je dat midden. Dus dat is, kan je ook aan je, met je vinger naar de andere kant voelen. Daarvoor komt 8AB en 9AB en daarachter komen dus die andere. Als je dat nou met je vinger weet, dan weet je dat 1, 2, 3, 4, waar die boog begint, dat je daar die 4AB in gaat zetten. En dan staat die zo prachtig in elkaar. En dan zien we hier het eindresultaat zonder lampje. Je kunt de oortjes en zo er dus op laten, maar die kan je er ook gewoon heel simpel, als je wil, weer eruit trekken. En dan kan die volgens mij prima blijven staan. Ook al zie je hier een paaseitje of zo. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Als lampje gebruik ik gewoon zo'n kliklampje van de Action. Die zijn best wel fel. Je kunt ook kiezen voor een andere. Die klik je eigenlijk aan. En dan zet je het ei erop. Dit is het resultaat met daglicht. En dan komt hier het resultaat met nachtlicht. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt super gaaf zijn. Dankjewel en tot de volgende keer.